Isabella, toen de vraag kwam om deel te nemen aan Liefde voor Muziek, heb je toen getwijfeld? Ik was op dat moment, toen ik de vraag kreeg voor Liefde voor Muziek, ik was in het pretpark met mijn zoon. Dus ik zei tegen WTM, ik zeg, mag ik nog terugbellen? Ik ga er even over nadenken. Maar ja, ik moet niet nadenken over muziek, want dat is mijn leven en ik ben elke dag met muziek bezig. En dit is natuurlijk iets heel dankbaar, omdat je heel veel verschillende dingen van jou kan laten zien in het programma. Je hebt vandaag de eerste aflevering gezien. Een reactie. Ja, die eerste aflevering op zo'n groot scherm. En we zaten op de eerste rij. Dus ja, je ziet alles. Je ziet, alles kwam terug meteen naar boven. De stress, ook wel de heel goede sfeer. We beleefden alles opnieuw, vond ik. En ja, het was echt wel een keer heel fijn om dat te zien. Ja. Stress? Ja, stress, ja, sowieso. Ik bedoel, dat, ik vond dat echt wel een beetje eng om zo dicht voor andere bekende gasten dichtbij te moeten zingen. Iconen, Clouseau en Bart Peters, Natalia. Dus ik heb zoiets van, ja, weet je, oké, ik zit ook al heel lang in het vak, maar dat is toch wel eng als je zo dicht bij elkaar moet zingen. Maar ja, iedereen was zenuwachtig en we voelden allemaal hetzelfde en we hebben elkaar zeer goed gesteund. Hebben ze jou in de armen gesloten? Ja, dat gevoel had ik toch wel. Ze hebben mij echt wel omarmd. En ja, ik hun ook wel. Dat is echt, het was een en al liefde voor elkaar ook. En liefde voor muziek uiteraard. Welk nummer van Natalia heb je onder handen genomen? Ja, I've Only Just Begun to Fight heb ik gekozen. Waarom? Ja, ik had nog wel andere ideeën. Maar op een of andere manier had ik echt het idee om daar iets helemaal, maar dan ook helemaal anders mee te doen. Een trage versie, een beetje bluesachtig zo. En ja, ik had zo'n idee. Ik zat op het toilet thuis en ik dacht van, oké, nu ga ik dat zo eens een keer opnemen op mijn dictafoontje. Dus ik heb dat ook effectief zo doorgestuurd naar de muzikanten. Van, dat zou ik heel graag willen van maken. En ja, ik vond het een hele belevenis om van zo'n nummer iets anders te maken. Wie heeft jouw kinderen het meest verrast? Wie heeft mij het meest verrast? Eerlijk gezegd zaten er heel veel goede dingen tussen. Dat kan ook niet anders, hè. Dan hebben we zo'n ploeg. Dus wie heeft mij heel erg verrast? Goh, eigenlijk blijft Natalia mij enorm verrassen, omdat ze, ja, die zingt gewoon. Die zingt gewoon alles. En ja, dat vond ik nu ook weer. En niet alleen daarin, want ik had een beetje een andere idee over Natalia. Ik had eigenlijk een beetje schrik zelfs om daarmee te vertrekken, want ja, ik kende haar niet zo goed, van af en toe een keer tegen te komen, maar niet persoonlijk. Maar ook dat viel fantastisch goed mee, want Natalia heeft een hele grote mond. Hij is eigenlijk tegenovergestelde van mij. Ik ben een heel rustig persoon, maar ze heeft zo'n klein hartje. En ja, ik vond het fantastisch. Je weet wat ze zeggen, hè? Blaffende honden bijten niet. Ja, voilà. Dus ja, dat was effectief wel zo. Was het voor jou een emotionele geboortekinder? Ja, dat was zeker emotioneel. Bepaalde liedjes die aan bod kwamen, die bij mij ook herinneringen opbrachten van vroeger. Ja, ik heb wel af en toe een traantje gelaten. Dat heb je nu nog niet gezien, maar dat gaat misschien nog wel komen. Kwamen er terug nare herinneringen boven misschien? Nee, nare niet, maar wel emotionele dingen. Bij bepaalde liedjes, ja, dan had ik echt wel een serieuze krop in mijn keel. Ja, zeker. Wat hoop je met Liefde voor Muziek te bereiken, Isabel? Ja, Liefde voor Muziek is natuurlijk een programma voor een heel breed publiek. En ja, ik kreeg al heel veel vragen van mijn fans van vroeger, zo van, die met mij zo zijn meegegroeid. Wanneer ga je nog eens een keer iets uitbrengen?
Maar ja, er was niet altijd een gelegenheid om dat te doen solo. Ik heb natuurlijk wel mijn grietjes waar ik mee bezig ben. Maar solo lig ik al vrij lang stil. En dit programma is natuurlijk een heel leuke gelegenheid om terug iets te gaan doen. Ik ben aan een nieuwe plaat aan het werken. Heel stilletjes achter de schermen. En ja, laat ons hopen dat die ergens najaar of begin volgend jaar kan uitkomen. Ja. Je gaat er je tijd voor nemen dus? Ja, ik ga er mijn tijd voor nemen. Ik ga dit programma een beetje laten bezinken en kijken wat het brengt. En voilà, ik kijk er in ieder geval met een supergoed gevoel op terug. En we hebben een ongelooflijke week beleefd. Ja. En de komende maandagavonden, wat ga je dan doen? Wel, ik hoop wel, we hebben zo een klein beetje afgesproken om samen de maandagavond de aflevering te bekijken. Ja, nu, de 10 april gaat niet lukken, want dan moet Natalia en ik al ergens anders naartoe. Maar we hebben die nu gezien, dus de eerste aflevering. Dus ja, ik hoop om het iedere maandagavond met de alle anderen te kunnen bekijken. Want dat is toch wel heel leuk en dat is een heel leuk en toffe steun ook, vind ik. Om zo te doen. En een heel goede sfeer. Met hapjes en een lekker drankje.